Ik kan me wel voorstellen dat ze dat gaan raken. Hebben ze hier in Moskou rekening mee gehouden? Of is dit een vervelende kwestie? Ja, ik denk het wel. Maar het is natuurlijk gewoon, dit hoort wel bij het hoofdstuk Sarre. Ja, Sarre en... hoe vat Poetin dit op? Ja, als Sarre. Ook als Sarre. Ja, dus het heeft, militair heeft er niet, denk ik, heel erg veel effect. In het filmpje zagen we net dat iemand riep van... ja, dit gaat tot een nieuwe escalatie, nieuwe stap. Dat wordt al heel snel gezegd, maar dat denk ik niet. Want daarvoor hebben ze te weinig van die drones. De effecten zijn te klein, maar je ziet nu al... op de achtergrond binnen die zogenaamde Mulblog-community. Dat zijn die, die bloggers die alleen maar over militaire zaken praten... over vanuit Russisch perspectief, dat die zeggen... ja, hier, Rusland, wij zijn niet eens in staat om onszelf te verdedigen. Ja, dus dat is het gevoel wat je wil voelen, dat is natuurlijk. En dat is wel serieus. Hè. Het toont ook de zwakte aan van Rusland. En het is natuurlijk psychologisch een grote klap voor Poetin dat dit gebeurt. Ja. Ja. Dan nog even, er waren ook berichten dat de special forces van Oekraïne... Ja. op Russisch grondgebied betrokken zijn bij de aanval op een van deze bases. Ja, dat verbaast me niet erg, want dat heeft te maken met het doorgeven van de coördinator... en het aansturen waarschijnlijk... in de laatste fase van zo'n drone. Hoe het precies heeft gewerkt, weet ik niet. Maar dan zitten de Oekraïners die in Rusland. Ja, maar dat is niet zo ingewikkeld voor Oekraïners... want ze spreken de taal en ze zien eruit als Russen. Dus, nou ja, maar dat is natuurlijk een groot verschil. Probeer dan maar eens met jouw voorkomen voor... om dat te doen in Afghanistan. Dat lukt je echt niet. Nee. Dus, maar hier is dat natuurlijk vrij simpel. En dan ga je dus helemaal dieper vijandelijke gebied in... om inlichtingen te winnen. Dat is de taak van Special Force of een doelwit aan te wijzen... op waar dat, die raket op kan worden... gericht. Ja. Ja. Hoe gaat Poetin hierop reageren? Wat zijn zijn opties? Dat heeft hij al gedaan. Hij heeft, en dat is wel interessant, hij heeft 70 raketten afgevuurd op doelen in Oekraïne. Het doel is natuurlijk om de elektriciteitsvoorziening aan te pakken. En daarvan heeft moet hij je... nog over? Ik schat nog pakweg 40% van het waarmee die begonnen is. Misschien iets minder, 35% misschien. Maar het interessante is, het meeste wordt gewoon uit de lucht geschoten.